Beginnen.com. Met al de pressie, ja, die komt eraan. Die komt eraan. Hey. Oh, oh. Al de pressie, ja, die komt eraan. Die komt eraan. Hey. Oh, oh. De grote hel die er ooit bestond. Soms voel ik me een beetje zo. Al de pressie, ja, die komt eraan. Die komt eraan. Hey, wat voor zeg? Oh, die komt eraan! Zeg, is dat uw crushje, ner? Hallo! Hallo, beauty! Je zo'n een echte macho guy, hè? Hallo! Zeg, en is dat Celine van Celine Michiel? Ah, maar stop! Hallo, dag Celine! Stop. Is Celine? Dag Celine! Ah! Het is een flirter, hè? Hoeveel vriendinnetjes heb je nu al gehad? Geen. Als er een plezante onkel is, dan is het onze broer, hè? Dan is het onze bosprotter. You know bosprotter? Misschien kunnen jullie dat samen doen, hè? In het bos. Lekker gaan protten. Lekker gaan protten. Jij moet een vriendinnetje zoeken. Dat ziet er wel tof uit. Ja. Hey, puffnoepje, ik heb een bloempje voor jou mee. Help! Kom daar maar mee. Je bent toch veel knapper. Oké, bosprotter, even een diep. Je moet haar een compliment geven. Ah, ja, ja. Hij heeft echt een knappe mama. Wie ben jij eigenlijk? Momentje, ja. Marie! Basprotter, wie is die blonde stoeipoes? Waar is Steffi? Van mij is kunnen aangereden. Rustig, man. Rustig. Wat is haar naam? Mevrouw van den Bossen. Misjes van den Bosch. Leeft jij nog? Zou toch niet, ze is dood. Wat moeten we nu doen? Oké, stap 1. Auto afzetten. Hij staat al aan. Ik heb een idee. De EHBO-kit. Een windeltje. Een stereoverband. Een plekje. Een driehoekig stereoverband. Wat is dat? Momentje. Ah, oh, ik ga even iets doen. Oké, ik ben terug. Ja, haar puntenboek. Even kijken. Ademt ze nog? De broer van Boris? Gebaasd! Rijd er nog eens over. Bosprotter, waarom heb jij zo'n pot bij? Hey, vandaag doen we een spreekbeurt over ons huisdier. Heb je al de poes in je pot gestoken? Nee! Dit is gewoon Lindsay, de vogelspin. Ah, de vogelspin. De vogelspin! Ah! Hij is weg. Wat? Hij is weg. Bosprotter, zeg dat hij deze grap. Lindsay! Ah! www.waarislindsaydevogelspin.be. Wat heb je aan het doen? Ik zoek haar op het wereldwijde web. Ah! Lindsay! Hij zit aan mijn voeten! Oh, hij zit aan mijn voeten! Haal die weg! Lindsay! Ga weg! Ga weg! Lindsay! Liefste klasgenoot, het jaar is gedaan. Nu moet ik heel de zomer niet meer met jouw stinkgeur omgaan. Mopje of een doos kan je missen. Hé, hey, waarom ben je aan het wenen? Verveel je omdat je alleen thuis zit terwijl al jouw vrienden je aan het volspammen zijn met vakantiefoto's? Stop daar maar mee. Dat is gewoon een teken dat het tijd is om wat wiskunde te doen. Mijn naam is Tim van Beek en als 19-jarige miljardair heb ik deze villa in West-Vlaanderen gekocht. Hoe ik zo succesvol ben geworden? Simpel. Ik start elke dag met een ijskoude douche. Er komt geen water uit. Ja, ik ga er gewoon water op monteren, ze. Maar ik kan als superloofwaardig het verschil echt niet merken. Allee zeg. Vervolgens ga ik aan het werk.
Ik ben namelijk influencer, content creator, audiovisuele sector. Is mijn poep niet te dik op mijn nieuwe foto? Nee hoor. Oh leuk, wat een dikke poep. Influencer is geen hobby, het is talent. Net zoals gaan eten in een hamburgertent.